En met recht kun je spreken over een stukje Brabant op de Floriade als je het hebt over de inzending van Treeport Zundert. Zo'n 100 boomkwekers uit de geboortestreek van Vincent van Gogh werkten samen om de wereld te laten zien dat zij klaar zijn voor de toekomst. En we praten met David Beumer van Treeport. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is jullie boodschap? Onze boodschap is dat de bodem de oplossing is. Dat de bodem de oplossing is. Kunt u dat uitleggen? Ja, dat kan ik zeker. Als je gaat kijken naar de boomkwekerij, dan is de bodem zeer belangrijk. Het is tenslotte de basis van waaruit ons leven begint. Maar omdat wij klaar zijn voor de toekomst, zoals wij zeggen, daar is ook de bodem de oplossing. Wij kijken naar welke bodem wij vandaan komen. Dat is dus de Zundertse bodem en dan zeer ruim bemeten. Met alles wat daarbij hoort. Laat ik dan één stapje verder eerst gaan voordat ik daarop terugkom. In de toekomst krijgen wij te maken met steeds meer problemen rondom het klimaat en het energievraagstuk. En een van de oplossingen die daarvoor eigenlijk geboden kan worden, die zit in de bodem. Die wordt in de bodem gebracht dankzij een van de ondernemers die wij bij ons aangesloten hebben gekregen. Ja, je maakt er echt een hele groot mysterie van. Ja. Het zijn, als je bij ons op het kavel kijkt, dan zie je aluminium staketsel staan, een soort bouwwerk. Dat is net alsof het een gebouw is, daar hangen onze planten in. Maar die constructie zit normaal gesproken in de bodem. En die zit in het water. Het is een soort aquariumbakje, zou je het eigenlijk kunnen noemen. Die is dus verzonken. Daar komt weer bodem overheen. En daar kun je huizen opbouwen, wegen opleggen, kun je van alles mee doen. Je creëert dus eigenlijk een stukje water in de bodem. En dat warm je op in de zomer met de zonnewarmte. En in de winter, als je het nodig hebt, dan haal je er weer uit. Ja, dus dat is ook de bodem als oplossing. Ja, dus daar kun je dus huizen mee verwarmen, hele wijken mee verwarmen. Absoluut. Dat is beproefde techniek al, hè? Zeker, ja. Ja, want zelfs hier in de provincie wordt het al gebruikt, in het dorp Nagelen, in Noordoostpolder. Daar zit het systeem in de grond. Maar jullie hebben het bewust boven de grond neergezet bij jullie inzending. Waarom? Nou, wij waren in gesprek, en dat gaat eigenlijk over het andere gedeelte waar de bodem de oplossing is. En dat is Zundert's bekendste zoon is Vincent van Gogh. Nou, dat is de rechtstreekse koppeling met cultuur en toerisme. De mevrouw die daar eigenlijk voor ons de gesprekspartner is, die is ook directiegenoot in die andere firma. Ik weet niet of ik de naam mag noemen. Maar laten we hem één keer voluit noemen. Hocosto, Hot Cold Storage. En zij hebben dus dat systeem ontwikkeld. En zij hoorden van onze plannen. Wij waren al bezig met de bodem. Dat vonden wij heel belangrijk om aan te tonen. En toen zei zij van wij hebben eigenlijk iets. Dat zit altijd in de bodem. Het zou mooi zijn als we dat erbij kunnen gebruiken. Goed, dan gaan de creatieve breinen werken. En daar kwam dus naar boven van, we gaan dat boven de grond zetten. Dat zijn onze gebouwen, fictief gezien. En dan brengen we een zitmeubel, want we willen ook gastvrij zijn in het zuiden van het land. Dat brengen we er dan in. En dat gaan we dan koppelen aan het toerisme met Van Gogh. En dus ook gelijk de cultuur. En zij had daar een speelfunctie in. En zo kwam eigenlijk alles bij elkaar. Ja, we gaan het zo direct nog even hebben over dat element van Van Gogh. Zeker. Maar toch nog even terug naar die bodem. Hè? Want op wat voor manier kan zo'n constructie met van die aluminium pijpen dan helpen bij bijvoorbeeld bosbouw of bomenteelt? Dat kan zelfs ook nog. Onze bedrijfsgebouwen die moeten natuurlijk ook verwarmd worden. En wij kunnen in de oppervlaktes die wij hebben, als je bijvoorbeeld hebt over containervelden, dat zijn vaak hectares groot. Als je daar zo'n systeem onder kunt leggen en je kunt daar bovenop gaan telen, dan zou je een geweldige warmteoplossing kunnen creëren. Ja. Misschien dat dit niet iedereen bekend is, met het feit dat er dus veel boomkwekerijen in Zuidwest-Brabant te vinden zijn. Waarom juist daar eigenlijk? Omdat de grond daar fantastisch is. We hebben hier ook een paar dagen gewerkt in jullie bodem, om het zo maar te noemen. Ja. Nou, toen het nat was, was het zwaar. En nu het opgedroogd is, is het nog zwaarder. Dus voor grotere bomen werkt dat wel. Maar voor wat kleiner, lichter materiaal, en daar staat Zundert en regio toch onbekend. Dat is het jongere plantgoed. Ja, dan moet je een beetje een bodem hebben die ook zuinig is op het wortelgestel. Maar het werkt hier dus heel anders dan in Brabant. Het werkt zeker heel anders, ja. Viel dat een beetje tegen terwijl jullie bezig waren? Voor mij viel het niet tegen, want ik heb niet zoveel met mijn handen in de bodem gevoeld. Maar ik heb andere mensen gehoord die wel vonden dat het wel zwaarder was. En zeker zwaarder als bij ons. Ja. Maar is het uiteindelijk het kavel wel geworden wat jullie wilden? Ja, zeker, ja.
Nou, 10 jaar geleden toen zijn jullie eigenlijk opgericht als Treeport Sunder. Dat was net de Floriade in Venlo afgelopen. Ja. Wanneer werd dat plaatje gezand? Hoe noem je dat dan? Zaadje geplant. Zaadje geplant, zo moet ik het zeggen. Ja. Het is de warmte, ik word bevangen door de warmte. Ja, maakt niet uit. Zaadje geplant om mee te doen aan deze Floriade. Oeh, dat is... moet ik het uit mijn hoofd zeggen? Ik denk in 2016. Toen is Jaap Smit, mogelijk jullie wel bekend, hè, de man achter het Arboretum hier mede. Die is toen bij vakbeurs Groot Groen Plus gekomen. Nou, daar zijn 300 kwekers verzameld om het beste van hun kunnen te laten zien. En Jaap stond daar op het podium om eigenlijk de kwekers warm te krijgen om bomen te leveren hieraan. Ja, en toen kwam er gelijk ter sprake van, maar is er dan voor ons als club ook iets mogelijk? En van daaruit zijn we verder gaan praten en... in eerste instantie hadden we zoiets van, ja, wat moeten wij hier laten zien? Hè? Dat wij bomen kweken, ja, dat lijkt wel logisch. Dat mag je ook van ons verwachten. Dus die bomen hier leveren, dat is niet zo'n probleem. Maar een kavel invullen, ja, dat is een ander verhaal. Maar was iedereen meteen enthousiast over dat idee? Niet direct helemaal. En ik heb op een gegeven moment wel eens een keer met de vuist op tafel moeten slaan van... De kritiekassers van, ja, maar wat denken we nu? En daar heb ik best wel voorbeelden bij kunnen gebruiken van... het is eens in de 10 jaar. Ja. Wat was dan de weerstand? Wat hoorde je dan? Nou ja, het is natuurlijk niet directe handel. Maar als ik hier rondkijk, ik zie vandaag heel klassiek met kinderen rondlopen. In de nasleep, ik kom straks naar huis. Ik kan een pakketje meenemen voor een kind in Zundert... wat een spreekbeurt hierover gaat doen. Het levert te weinig op, dat was eigenlijk het punt. Ja, direct wel. Ja. Maar op lange termijn... Ja, dan moet je wel laten zien dat je staat voor je vak, dat je er trots op bent. Dus daar heb ik af en toe wel eens mensen op aan mogen spreken. En dan helpt het wel als je een aantal voorlopers hebt. Ja. En dat is gelukt. Nou, David, je zei al, jullie hebben een prachtig kunstwerk. Dat heeft te maken met Vincent van Gogh. Laten we daar zo even verder over praten. Het Brabantse Zundert is het geboortedorp van de schilder Vincent van Gogh. En dat inspireerde Treeport Zundert om Van Gogh ook een plek te geven op hun inzending op de Floriade. Nog steeds bij ons is David Beumer van Treeport Zundert. David Zundert is niet alleen bekend van Vincent van Gogh, maar ook van een ander cultureel erfgoed, de Bloemencorso. Ja, en ook dat vindt zijn plek in de uitzending of in de inzending van Treeport Zundert. Hè? Het is een soort, hoe hebben jullie dat weten te combineren? Nou ja, ik vertelde zojuist al over de dame die dus achter de spaceframe zit. En wij zijn dus van mening van we kunnen heel goed bomen kweken... en we kunnen echt wel bomen netjes op een rijtje zetten. Dat gaat allemaal wel lukken. Yeah. Maar als je iets speciaals wil laten zien... dan moet je zorgen dat je een aantal creatieve lui in je team hebt. En daar zit een raakvlak met het Corso wel zo groot. Dat is in Zundert, als je iets gedaan wil krijgen en je zet er Corso voor of achter... Dan gaat het al 3 keer zo dat snel. Dat is creativiteit, harde werkers, pracht en praal. Ja, daar zou ik wel een uur mee vol kunnen krijgen. Wat je via het Corso hier aangeleverd kunt krijgen, wat je voor elkaar kunt krijgen. Maar in dit geval was het zo, we hebben één ontwerper van een Corso-wagen die nog erg actief is. Eentje die, zijn er twee erg actief dit jaar. En eentje die een aantal jaren actief is geweest. Die een directe koppeling heeft met de boomkwekerij. De andere met een creatief vak. En de andere is beeldend vormgever. En die drie zijn bij elkaar gaan zitten om ons kavel vorm te geven. En op een gegeven moment hadden zij zoiets van, ja, er moet dus ook zo'n bankje in. En ja, we moeten iets met Van Gogh. Nou goed, dan gaat een van die creatieve geesten echt helemaal los. En die zei van, ja, ik heb iets, maar mag ik zo ver gaan? Toen hebben we gezegd van, nou, hier gaan we dus wel vol voor. En daar hebben we een aantal partijen extra achter gekregen. Zodat we het ook daadwerkelijk kunnen realiseren. In de zin dat het ook weer straks mee terug naar Zundert kan. Ja, want even over het ontwerp. Want het is een bank, maar meer dan dat. Ja, het omschrijven is voor mensen die luisteren. Ja, het is een soort dubbele wokkel, lijkt het wel. Die vormgegeven is met kortenstaal. Hè. Dat is dat ijzer, dat staal wat heel makkelijk bruin roest. Het is een ijzeren constructie, maar dus allemaal plaatjes van, laten we zeggen, 5 bij 12 centimeter zo opgelast zijn. En dat is dus typisch het Corso. Ze maken zelf een eigen vormgeving ieder jaar voor 20 wagens. Mm-hmm. Dus hier had die kunstenaar zoiets van, ja, dat vind ik helemaal niet moeilijk. Ik vind het alleen maar heel erg leuk om te doen. Ik denk wel dat het meer werk is als dat hij ooit gedacht heeft. Maar goed, dat kortenstaal is dus aangebracht. En daarna door twee schilderessen
helemaal ingekleurd. Ja, want het lijkt eigenlijk net of het zo uit een schilderij van Van Gogh is gestapt. Hè? Het is een enorm gevaarte eigenlijk. Ja. Hè? Van, hoe groot is het? Oh, het is 4,5 bij 3,5 zo ongeveer. Ja, en dat zijn allemaal die, want je zegt die kortenstaal, dat zijn stripjes, maar die hebben allemaal zo'n kleur wat uit zo'n schilderij van Gogh kan komen. Ja, elk stripje heeft zijn eigen kleur. En als je dan op afstand gaat staan, dan zie je die hele typische strekenstijl van Van Gogh zie je erin terug. En ja, de meest herkenbare is op een gegeven moment bij het oog, noemen wij het. Daar zie je dus echt wel de Starry Night zie je er ook in terug. Ja, dat... Nou, is een bloemencorso zo normaal gesproken, laat je dat zien en daarna is het heel veel werk geweest voor korte tijd. Deze moet natuurlijk wat langer meegaan. Ja, die moest absoluut langer mee. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Doordat we dus wat beter materiaal nog hebben gebruikt dan dat we met het corso zouden doen. Mm-hmm. Hoewel, dat zijn rondrijdende gevaartes, dus daar mag ik niet te licht over doen alsof het wegwerpmateriaal is, want dat is niet waar. Alleen de traditie wil dat die dingen 2 dagen bestaan, met bloemen eraan dan. Yeah. En dan komt daar de grijper. En hier komt gewoon netjes de vrachtwagen om het zaakje weer op te laden. Ja, want je zei al, dus hij gaat daarna na de Floriade weer mee terug. Ja. Wat gaat er dan mee gebeuren? Er wordt gezocht naar een hele mooie plaats in het Zundersche. Waar dat hij eigenlijk zo lang als dat hij mag bestaan, kan blijven bestaan. En daarbij gaan we dus ook weer de koppeling maken naar de boodschap die hier ook bij de Floriade is. Een van de boodschappen, de bodem als oplossing heb ik al gezegd. Mm-hmm. Maar dat houdt ook in een stukje waterbuffering. En dat zie je hier bij de Floriade wat minder. Maar daar zullen we in Zundert wat meer de aandacht op vestigen. Dat het heel erg belangrijk is dat het water wat uit ons bebouwd gebied straks ook weer terug de bodem instroomt. Ja. Maar heb je het idee nu van mensen kunnen nu in volle glorie zien wat Zundert inhoudt? Wat Zundert inhoudt misschien nog niet eens zozeer, maar wel wat een prettige stedelijke omgeving wordt. En de echt geïnteresseerde die gaat op zoek en die vindt ons wel. Zoals wij ook hebben gezegd, de vakbezoeker die weet ons hier wel te vinden. Die haalt ons er absoluut uit. Die gaat kijken en... Maar je hoopt denk ik ook juist de onwetende nieuwe bezoeker misschien wel iets te leren. Ja, natuurlijk hoop je hoopt mensen te inspireren. Maar ik hoop niet dat ze morgen in de auto stappen en naar Zundert rijden om een boompje te komen halen. Want daar is de infrastructuur niet op ingericht. Ja. In de zin, wij verkopen aan andere handelspartijen en door heel Europa heen. Maar nu zien wij dus, eigenlijk is het een soort voorportaal van wat er bij jullie achter de schermen allemaal gebeurt. We kunnen in volle glorie zien wat Triport Zundert in ieder geval aan te bieden heeft. Ja. David, wat ga je nu doen? Ga je nog even een kijkje nemen op de kavel? Kavel 15 is het, hè? Ik zag een paar onkruidjes staan, dus ik denk dat ik nog eventjes... even op de knieën, moet toch nog even die handschoenen aan en aan het werk. Heel goed. Triport Zundert, kavel 15, te vinden dus volgens mij in de Green District, hè? Heet dat niet zo? Ja, in de Green District. Dankjewel, David Beumer.